Een medewerker van McDonald's is positief getest op het COVID-19-virus. Dit maakte het bedrijf vandaag bekend in een persbericht. Het gevolg hiervan is dat het filiaal te Spanhoek gesloten is voor een grondige reiniging. Het fastfoodrestaurant benadrukt dat de gezondheid en veiligheid van haar gasten en medewerkers topprioriteiten zijn. Om het welzijn van deze personen te waarborgen, wordt de temperatuur van een ieder die het restaurant betreedt opgemeten. De werknemers moeten zich onderwerpen aan 3 temperatuurcontroles per shift. Daarnaast stelt McDonald's het dragen van mond- en neusbedekking in combinatie met een face shield voor haar werknemers verplicht. Met de besmetting van de McDonald's-medewerker staat het aantal actieve cases in Suriname nu op 240. 174 personen zijn in overheidsquarantaine en er wordt nog steeds gezocht naar de 10 personen die positief zijn getest, maar niet meer te achterhalen zijn. Op de ICU, de Intensive Care Unit, worden er 6 personen verpleegd, terwijl 543 personen genezen zijn verklaard. Deze zeer besmettelijke ziekte heeft het leven van 18 personen opgeëist.